bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime MXM en vandaag is het weer tijd voor een nieuwe F1 2020 My Team aflevering. De giveaway van twee keer Formule 1 2020 loopt nog steeds. Je kan zelf je platform kiezen, dus PlayStation, Xbox of PC. Maar dan wil ik jullie graag vragen om 1000 blauwe duimpjes omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent. We gaan naar die 90.000 en dan hopelijk naar die 100.000. 1000 abonnees toe en daarvoor heb ik echt jullie hulp nodig. Doe meteen het belletje aan zodat je geen enkele video mist. We uploaden dagelijks My Team en af en toe een extra video. Dus dan krijg je meteen een melding wanneer die online staat. Het is alweer tijd voor race nummer 17 en dat is Rusland. Lange rechte stukken, goed voor onze auto. Dus laten we kijken of we in de punten kunnen komen. We hebben 6,8 miljoen op de bank en ik zit te twijfelen of ik nou echt een grote upgrade moet gaan doen. Of dat ik toch eerst even hier nog een en ander upgrade. Nou, ik ga toch voor de R&D upgrade voor het chassis eventjes. En dan kijken we aan het eind van het seizoen wat wij het beste kunnen updaten. We hebben nog genoeg geld om een extra upgradeje te doen. Dus we kunnen ook misschien hier bij de duurzaamheid. Oh, die is maar 1,5. Kijk, dat is wel lekker. Dat is een koopje, jongens. Een koopje. 1,5 miljoen. En dan hebben we nog steeds 3 miljoen over. En die houden we gewoon heel eventjes achter de hand. Om te kijken wat er allemaal gebeurt in de komende afleveringen. Verder hebben we net niet genoeg voor echt een goede grote update. En er komen nog twee Aero updates aan. En we zijn nog aan het sparen voor deze gewichtsherverdeling update. Dus dan is de auto weer ietsje lichter. En dan moeten we nog even wat punten voor binnenslepen. Kijk, de battle in het middenveld is heel erg close. En Red Bull die gaat wel wat minder hard. Zo zie je ook dat Racing Point gewoon bijna Red Bull gaat inhalen. Wauw. Nou, dan gaan we de activiteiten invullen. Wat hebben we? Voor Nick, voor ons, voor het chassis en voor het team. Ja, het team is altijd eigenlijk het belangrijkste. Dus kom maar door. Nou, dan gaan wij de tijd doorspoelen en dan gaan wij naar de Grand Prix van Rusland. Nou, dan ga ik even de training doen dat we die maximale aantal R&D-punten binnenkrijgen. En dan zie ik jullie daarna weer. Zo, en de training zit erop en we hebben 550 van de 550 resource points binnen. Wat natuurlijk helemaal top is. En laten we dan maar doorgaan naar de kwalificatie. 687 punten voor ons en 170 voor Nick. En dan hebben we 1700 punten. Kijk, dat is lekker meegenomen hoor. Tijdens de kwalificatie wordt het droog, maar in de race gaat het regenen. Oeh, dat is niet best. En we zien hier trouwens reglementen. Ziet er uit dat we volgend jaar wijzigingen in de regels krijgen. Meerdere afdelingen, maar we weten nog niet welke. Wees voorzichtig met investeren in updates, omdat we misschien aanpassingen krijgen. Oeh, dan is het maar goed dat wij die 1700 punten nog niet hebben uitgegeven. Daar gaan we dan ook zeker even mee wachten, want dat had ik nog niet gelezen. Dankjewel, Carl, voor het doorgeven. En ik hoop natuurlijk, oh, alsjeblieft zeg, laat gewoon eventjes durability mag. Alsjeblieft, laat het niet de aero of het chassis zijn. Of de motor ook niet, weet je. Alleen de durability zal oké zijn, maar de aero die zal echt dramatisch zijn als die een regel aanpassing krijgt. Engine is nog te doen. We hebben ook al wat grote updates bij het chassis, dus ja, we gaan het zien. En daar zitten wij in de cockpit voor de kwalificatie. We gaan maar meteen een rondje neerzetten om te kijken wat onze tijd is en waar we weer kunnen verbeteren. En ze verwachten ongeveer dat ik 11e kwalificeer. Meestal gaan we daar wel ietsje overheen. Dus kijken of we in de top 10 kunnen kwalificeren vandaag. Onze eerste tijd zit achter de Vries. In 10e achter de Vries. Dus ja, wij moeten natuurlijk wel voor ons teammate staan. Terug naar de garage. Nieuwe banden erop. En we gaan weer naar buiten om die fouten eruit te halen. We kunnen nog wel 17e ervan afrijden. En dan staan we voor de AlphaTauri. Dus nou, we mogen nog wel flink verbeteren. En dan rijden we er 16e vanaf. Staan we nog steeds achter die Ricciardo, hè? Verdorie, wat is die jongen snel? Ik snap nog steeds niet waarom Renault zo snel is. Maar ik vind het wel een prima rondje voor mijn kwalificatie. Dus ik hoop dat ik niet al te veel terugzak. Oeh, Nick de Vries ook gewoon hier. 2/10 achter mij. Dikke prima hoor. Snelle auto weer. De rivalry met Albon gaat niet zo goed. 6 tegen 11. En deze gaan we ook, ja, bij dit circuit gaan we denk ik ook weer niet van Red Bull winnen. Maar ja, ik snap niet dat we hun als rival hebben gekregen. I don't get it. Nou, het gaat dus driekwart van de race regenen. En aan het einde worden het droog. Als we goed die pitstop timen, kunnen we daar nog wat plekken winnen. Dus daar gaan we op aimen. Welkom in Sochi bij de Russische Grand Prix.
Een van de 8 steden ter wereld die gastheer waren van zowel de Olympische Spelen als een Formule 1 Grand Prix. Het is een race die de afgelopen jaren moeilijk te kraken gebleken is voor iedereen die verder dan de eerste 2 startrijen op de grid stond. Laten we kijken of dat vandaag kan veranderen. Het is vandaag zeker niet het beste weer op het straatcircuit van Sochi. Een circuit met 18 bochten, 12 naar rechts en 6 naar links. Het is een circuit dat snelle bochten combineert met lange rechte stukken, wat resulteert in snelheden van meer dan 320 km per uur. Maar onder deze omstandigheden zou ik niet verbaasd zijn als we vandaag een safety car zouden zien. Vandaag bij me om alle spanning en sensatie te overzien, Bas van Damme. Bas, geweldig om je te zien. Wat vind je van de race van vandaag? Hoe zijn de omstandigheden op het circuit, voor zover jij weet? Het ziet er koud uit, om eerlijk te zijn. Die banden hebben een krap gebruiksvenster door de temperaturen en ze hebben veel grip nodig. Door het koude baanoppervlak is het lastiger om de temperatuur hoog te houden, wat tot minder grip leidt en mogelijk tot meer fouten. Het is tijd om te zien hoe de coureurs erbij staan na de spannende kwalificatie van gisteren. Het is Carlos Sainz op pole position, met Charles Leclerc naast hem. Verder op de grid hebben we Bottas, Hamilton, Sebastian Vettel en Stroll, Albon, Verstappen, Ricciardo en de eigenaar-coureur, De Vries, Raikkonen, Daniel Kvyat en Ocon, Magnussen, Norris, Pierre Gasly en Romain Grosjean, Perez, Giovinazzi, Russell en Nicolas Latifi. Welke van deze getalenteerde coureurs pakt vandaag de winst? Sainz op pole, hoe kan dat nou? En wij staan hier op P10, dus dat gaat ook nog wel interessant worden. Achter de Red Bulls, kijken of we toch nog even Albon kunnen inhalen. Dat zou wel fijn zijn. Onze race-strategie, ja, is de hele tijd op de inters. En dan hoop ik dat het natuurlijk op het einde droog wordt, dat wij een goede call voor die slicks kunnen maken. En dan nemen we 14 rondjes fuel mee. Daar gaan we, jongens. De inters zijn nog wel te doen. Oeh, dat is wel echt een shit start. En ik zie echt helemaal niks. Ik zie helemaal niks. Nick de Vries komt gewoon langs ons hier. Nou, we gaan even kijken wat er gebeurt met het remmen. Daar kunnen wij gewoon even... Hier, hotsakee, pakken we Nick en de Renault misschien terug. Nee, de Renault net niet. Oké, ik kan best wel agressiever op het gas, volgens mij. Laten we kijken of we hier buitenom kunnen gaan. Oeh, hier zijn we wel een beetje aan het glibberen. Een beetje. Maar we zijn er voorbij. Kijk, dat is de Renault van Ricciardo. Hebben we weten te pakken. Dan gaan we nu achter Max Verstappen aan. Hij probeert ook aan de binnenkant te kijken. Maar Albon die heeft gewoon al P6 weten te pakken. Die heeft het goed gedaan. We houden het temperatuurkaartje van de banden er ook goed bij, zodat wij dit in de gaten kunnen houden. Ik gebruik heel even die overtake button, zodat Ricciardo niet dadelijk mensen achter ons een actie kan uithalen. Maar het gaat erg goed. Ik vind dat we echt prima grip hebben. De auto doet het netjes in de regen tot nu toe. Misschien kunnen we wel Verstappen inhalen. Oeh, daar lokken we echt even onze bandjes op. Dat is iets minder fijn. Maar ik ben tevreden so far. En daar komt Ricciardo. Maar die blijft achter ons. Gelukkig maar. Nu moesten we eigenlijk aan de binnenkant zitten. Maar helaas hadden we dat niet op tijd ingeschat. Oh my god. Dat was op een limiet, jongens. Af en toe dan moet je even die auto opvangen. We zitten 1,9 seconden van Verstappen opeens af. Dat is niet wat we willen. Dus laten we nu maar gewoon vooral focussen op Ricciardo achter ons. Oké, we hebben Ricciardo en Ocon achter ons. De 2 Renaults die de afgelopen raceweekenden enorm snel waren. Dus laten we kijken of we ze deze keer wel achter ons kunnen houden. Deze bocht is echt gevaarlijk in de regen, joh. Holy damn. Dan heb je echt het gevoel dat op elk moment die auto onder je vandaan kan glippen. Kijk, het gaat best wel snel droog worden, zegt Jeff. Dus ik hoop dat we binnenkort echt snel op de normale band kunnen gaan rijden. Dat vind ik toch een stuk leuker en dan kan er echt nog wel een hoop gebeuren in het veld. We gaan voor nu nog op deze banden doorrijden. Maar we gaan later deze race, ik weet het bijna zeker dat we op de slicks gaan. Dus hopelijk dan... Op de medium is denk ik het beste, omdat de baan natuurlijk niet echt
genoeg grip heeft voor de rode band. En ik zag laatst een reactie van hoe zit het nou precies met die banden. Nou, met de rode band kun je het snelste gaan, maar die slijt het meeste. Dus daar kun je minder rondjes op rijden voordat die eigenlijk niet meer snel zijn. Met de gele band, de medium, kun je wat langer doorrijden. Maar die gaan ook wat langzamer dan de rode bijvoorbeeld. En wil je nou echt lang doorrijden, dan kun je op de harde band gaan, de witte. Die is nog langzamer, die slijt een stuk minder snel. Dus dan kun je die het beste kiezen. Als je nou nog een vraag hebt, laat het zeker achter in reacties. De community is er om je te helpen. En anders kan ik altijd nog de vraag beantwoorden. Dus ik hoop dat jullie dan ook iets meer begrijpen van wat er allemaal gebeurt. Maar volgens mij snappen velen van jullie ook wel wat er allemaal gaande is. Dus thanks voor jullie support. En leuk dat jullie elkaar ook helpen. Okay, you're catching the car ahead, but remember we need to get to the end of the race on these tires. Ja, Jeff, we doen ons best, maar goed dat we een beetje inlopen op de auto voor ons. Dat is helemaal top. En we zitten ondertussen al 1,6 seconden voor Ricciardo, wat ook mooi meegenomen is. Ik hoop dat er nog wat meer chaos gaat gebeuren in de race. Want tot nu toe is het een beetje saai. We hebben in het begin wel wat plekjes gepakt, of één plekje of zo. Verder is er nog niet veel gebeurd. En het is ook niet gek dat we Verstappen en zo niet makkelijk kunnen pakken. We zien ze nog, dat is al een dikke win voor mij. Het is gestopt met regenen. Dus we moeten even opletten. Wat gaat er gebeuren? Wie gaat er pitten? Naar welke band gaan we? Of rijden we de race? Nee, we gaan echt niet de race uitrijden op de inters. Het is echt best wel droog. Je ziet al een droge lijn op de baan. Dus wij gaan dadelijk of naar de medium of naar de soft. In het echt, bij Hongarije zag je dat Charles Leclerc op die soft echt niks kon doen. Dus ik zit een beetje te denken van, is dat in de game ook zo? Krijgen wij struggles met de temperatuur als wij naar die soft gaan? Of kunnen wij dat ons wel permitteren hier? Dus dat is een beetje waarover ik nu zit na te denken. Nick zit nog maar 4 seconden achter ons. Dus dat is ook lekker bezig, Matsko. Het zal dan op P13 zitten achter de Renaults. Wanneer is de baan droog genoeg om op de slicks te gaan? Dat is de vraag. Nog niemand voor ons is naar binnen. Ik wil ook niet te vroeg pitten. Maar het is gestopt met regenen. En de baan wordt steeds droger. Dan ga je uiteindelijk dadelijk ook wat langzamer op die inters. Want die hebben gewoon regen nodig om goed te werken. We zijn even een beetje door een nat stukje gereden. Omdat de bandentemperatuur erg was aan het oplopen. Dus daar moeten we even voor oppassen. Ik denk dat we zo meteen gewoon moeten gaan boksen. Ik denk het echt. Er is echt wel genoeg grip voor de mediums. Dat moet toch wel. Nou, Jeff zegt dat we nog niet naar andere banden moeten. Nou, we verliezen misschien meer tijd dan dat we kunnen winnen met de slicks. Dus we moeten gewoon wachten tot, zeg maar, of iedereen naar binnen gaat. Of we blijven buiten op deze banden. Want ik weet niet of wij 20 seconden in 4 rondes dicht kunnen gaan rijden. En dat is denk ik het dingetje waar Jeff zich ook zorgen over maakt. Ze denken nog steeds dat we het beste hiermee kunnen blijven rijden. We zitten een seconde ongeveer van onze snelste tijd. We blijven voor Ricciardo. En dan blijven we ook maar buiten. Het is wel gek om op een droge baan met inters te rijden. Je hebt echt niet de grip die je zou willen. Je merkt echt dat de auto een beetje zijn eigen wil heeft. Maar ja, we kunnen die 20 seconden niet riskeren in de laatste paar rondjes. DRS is ingeschakeld, de laatste 2 rondes. We staan 1 seconde voor Ricciardo, nog steeds 2,5 achter Max Verstappen. Dus we moeten Ricciardo achter ons houden en die puntjes van Renault stelen. We blijven net buiten die seconde van Ricciardo. Onze banden zijn wel echt mokertje heet aan het worden. Holy shit, we moeten echt heel voorzichtig door die bocht gaan, zoals je kan zien. Deze kunnen we echt niet eens vol gas pakken, want dan gaat hij gewoon zijn eigen weg. En zijn eigen weg is de muur in. Ricciardo
komt weer dichterbij. Dat is gevaarlijk, maar we hebben nog die overtake button om mee te verdedigen. Ik snap niet dat niemand naar de pit is gegaan. Echt gewoon niemand. Je zou toch denken van nou, het is droog. Hups, allemaal op die softband. Misschien had ik het ook wel gewoon moeten doen. Misschien had ik gewoon het risico moeten nemen. Softs erop. Kijken hoeveel tijd je per rondje daarmee verdient. Dat is natuurlijk ook wel een hoop. Maar ik dacht dat het niet genoeg was om 20 seconden die je weggooit met een pitstop terug te krijgen. Dus we rijden nu nog steeds heel braaf op P9. Met onze versleten, oververhitte Inters. Als dat maar goed komt, die laatste ronde. Ricciardo komt gevaarlijk dichtbij. 14e alweer. We hebben nog 40% ERS, dus daar kunnen we wat meer gebruik van maken. Oeh, hier gaan we een beetje wijd. En zit hij nog steeds gewoon 14e achter ons. Ricciardo heeft DRS. 14e is de gap. En met onze ERS kunnen wij een beetje uitlopen. Dus dat is heel erg chill. Oh, de ERS voor dit rondje is op. Dus het laatste stuk moeten wij zonder ERS doen. Maar die twee bochten kunnen wij denk ik ook wel zonder ERS overleven. En de start is meteen hier om de hoek. Dus we zijn veilig. Man, dat werd nog spannend op het einde. Renault is echt onze rivaal van deze serie. Nou, dan hebben we hier Leclerc, Sainz en Hamilton op het podium. Sainz heeft dus gewoon zijn tweede plek weten te houden. Nou, hartstikke goed, jongen. Nou, en dan hebben we hier het klassement. We hebben Leclerc, Sainz, Hamilton, Bottas, Vettel, Albon, Stroll, Verstappen. We hebben een plekje weten te pakken. Dan hebben we hier Ricciardo, Ocon, Fiat heeft gewoon ook Nick ingehaald. Dan hebben we hier Kimi, Norris, Magnussen, Gasly, Perez, Giovinazzi, Grosjean, Russell en Latifi laatste. Albon heeft ons weer ingehaald en Sainz die heeft ook een aardige sprong gemaakt. Racing Point heeft Renault in weten te halen, dus nu moeten wij proberen om Renault weer even terug te pakken. Maar het is lastig met een teammate als Nick de Vries, die niet altijd het beste rijdt, om dan Ocon en Ricciardo in te halen. Dus dat gaat nog best wel moeilijk worden. Of wij moeten natuurlijk gewoon weer een gek safety car podiumpje halen. Maar dat is al eventjes niet gebeurd. Nou, dan heeft Albon weer 4 punten erbij. Ai, ai, ai. Wij maar 2. Ja, dit is kansloos. Dit is gewoon afslachting. We zijn bijna level 10. Nick is ook iets omhoog. En we zijn nog steeds level 12 gewoon. We hebben alle bonus binnen. Dus 700.000 munties op de bank. Helemaal top. Allebei een beetje schade. Kan gebeuren. De volgende keer horen we waarschijnlijk welke afdelingen andere regels krijgen. En moeten wij weer allemaal dingen gaan aanpassen. Dus ik hoop dat dat niet te veel nadeel gaat zijn voor ons. Dat we weer heel veel opnieuw moeten developen. Wil je dat nou niet missen? Abonneer dan zeker als je nieuw bent. Laat een like achter als je de video leuk vond. En vergeet zeker niet het belletje aan te zetten. Zodat je altijd een melding krijgt wanneer een video online staat. Later mensen. We'll